Hi, goeiedag. Ik ben Jean-Paul, de eigenaar van de Overste Kleermaker op de Overtoom. Dankjewel voor het bezoeken van onze website. En vandaag gaan we het hebben over de constructiewijze van pakken. Oftewel, welke manieren heb je om een jasje, een colbert in elkaar te zetten. En wat is in de basis het effect ervan? Nou, je hebt eigenlijk vier methodes. Ik zal ze zo eventjes laten zien en toelichten. Je hebt full canvas, half canvas, je hebt unlined en je hebt deconstructed, zoals wij dat noemen. Sommige termen worden ook een beetje door elkaar gebruikt. En net zoals bij het koken en net zoals je met auto's dat tegenwoordig ziet, betekent het niet als je een vierzits auto hebt dat die niet meer hard kan. Dus je hebt ook allerlei fusion going on. Maar laten we het vandaag gewoon heel kort in de basis houden. Laten we beginnen met het full canvas. Dat is wat je veel hoort en ziet tegenwoordig. Pak met een los binnenwerk van paardenhaar. En ter complete toelichting, je kan een fantastische methode hebben qua USP's, maar het gaat er uiteindelijk om dat de man of de vrouw die het in elkaar zet, het op de juiste wijze in elkaar zet en eigenlijk op voorhand, vandaar bespoke, dat je ook nadenkt, is dit eigenlijk wel de methode die bij mij aansluit? Je kan een Ferrari kopen, een fantastische auto, maar als je vervolgens in het terrein moet rijden, dan gaat je lopend voorbij. Dus dat is eigenlijk ook de kracht van onze firma, dat we klanten daarbij helpen, een stukje performance engineering. Terug naar die constructiewijze. Ik hoop dat je het goed kan zien. Dit is dus eigenlijk de binnenzijde van een pak, hè? Dus ergens midden in het maken, zo gezegd. Nou, dan heb je hier de stof, de voering, zo gezegd. En dit is dus het beleg. Hier zie je dus inderdaad zo'n lap linnen met paarden- of kamelenhaar in. Dat geeft dus vorm, hè? Dat is eigenlijk net als het stijlen zoals de dames met hun haar doen. Dat linnen zorgt ervoor dat een pak steeds meer naar jouw unieke vorm gaat passen, gaat vormen. En een ander voordeel is, omdat het volledig met de hand gemaakt wordt, is dat natuurlijk ook een bepaald gevoel dat je erbij hebt, het pak kan makkelijker aangepast worden. Dus ook over verloop van jaren, het is een investering, nou, kan je dat toch laten aanpassen qua stijl bijvoorbeeld. En natuurlijk als je zelf wat voller wordt en dergelijke zaken. Oké, dus je hebt hier het canvas zitten. Nou, daar kan je nog een stuk canvas overheen doen. Als je bijvoorbeeld de borst nog sterker uit wil laten komen, dan gaat een stuk katoen of ander materiaal tegenwoordig overheen, dat is zogenaamd ommet. Nou, dat ga je dan op deze manier in elkaar stikken. Dat kan met de machine of met de hand. Tegenwoordig heb je mensen die vroeger zworen bij het handgemaakt. Dus bijvoorbeeld de Cat & Dandy. Maar die hebben dat op Severo, die hebben dat inmiddels zo ontwikkeld dat ze ook zeggen, ja, de machine is misschien zelfs wat beter. Goede ontwikkelingen, zou ik zeggen. Moet ook gewoon ver daarin zijn. Hè? Je moet in die tradities blijven hangen. Nou, dit is het refer dan. Daar zie je dus ook dat linnen in zitten met dat pickstitching. En dat zie je ook in de nek. Omdat dit gedeelte, ja, dat is een soort van sjaal. En dit open, dat is nu het meest prominente qua pak. En dat geeft echt dat bepaalde idee dat toch onbewust, heel bewust in je hoofd zit. Dus dit is full canvas. Nou, hier de schouder. Half canvas. Nou, dan loopt het canvas tot hier. En dan kan je dit gedeelte of alleen als stof laten. Of je doet er een stukje vlieseline op. Hè? Dus het plakken daarvan, zodat het daardoor wat meer stevigheid krijgt. Valt het ook weer wat beter. Er zijn discussies over plakken, ja of nee. Ik denk als je het goed doet dat het geen enkel probleem mag zijn. Ik zie tegenwoordig ook toppakken, zoals in Italië gemaakt met de hand, die volledig geplakt zijn en die net zo goed performen als een full canvas pak. Oké, full canvas, half canvas. Gaan we snel door. Laat deze ook nog eventjes zien. Dit is dan echt het Engelse, hè? Dus allemaal wat groffer wat je ziet. Dus inderdaad een ander canvas. En dan hoop ik dat dit goed te zien is. Kijk, hier doen ze dus één lap canvas. En deze kleermaker heeft gekozen om dit stuk dan op zijn manier los erop te stikken. En dat is een wat harder stuk canvas met inderdaad een heel dik domet. Dus dit wordt inderdaad echt een heel zwaar military jacket. Maar dat zie je ook aan de stof en dat is ook de achtergrond van deze manier. Maar je ziet ook een schouderconstructie. Je ziet allerlei lagen. Oké. Nou, dan hebben we nog de inlined wijze. Dus eigenlijk de Napolitaanse wijze. Nou, die zie je steeds meer omdat mensen gewoon een lichtgewicht pak willen hebben. Nou, dit is dan wel een heel grappig voorbeeld. Dit is een zwaargewicht stof. Ik hou zelf, het is een jasje van mij, ik hou van zware stoffen, dus iets meer het Engelse. Maar ik wil dat natuurlijk ook gewoon gedurende het jaar kunnen dragen. Dus dan moet je nadenken, hoe kan ik zorgen, economisch ook gewoon, dat dat een kledingstuk is dat gewoon all season performt. Nou, dan haal je dus eigenlijk dat hele canvas weg. Dus achter deze voering, ik heb hem eigenlijk even open moeten maken, zit dus ook helemaal niks. Dit is gewoon puur voering om te zorgen dat het inderdaad mooi over het overhemd valt. En ja, mocht je het heel warm hebben, dat je dus inderdaad geen vochtplekken gaat zien. Vandaar dat je dat veel in Napoli en dergelijke ziet. Het kan nog naar 41 graden zijn. En hier zit dan wel een schoudertje in. Maar je kan er ook voor gaan dat er geen schouder in zit. En ja, als je echt van esthetische dingen houdt, kan je dit natuurlijk op allerlei manieren laten stikken en laten snijden. Dus dit is inderdaad de unlined wijze. Nou, deconstructed houdt eigenlijk in dat je alles aan de binnenkant wat vorm geeft weghaalt. Alleen het schouder zit je erin, maar dan doe je wel volledig voering eroverheen. En dat is zoals meneer Armani in de jaren 80 eigenlijk de hele business heeft veranderd.
Ik denk dus dat het heel belangrijk is om, wanneer je een pak laat maken, heel goed hierover na te denken van, wat wil ik eigenlijk met een pak? Dan kunnen we je echt goed helpen met een advies te geven van, nou, meneer, mevrouw, gaat u gewoon hier en hier voor, dit zijn de effecten, dit zijn de kosten, en dan heb je dit resultaat. Uiteindelijk zijn het allemaal termen, totdat je weet, ja, dat is ook een mooie uitspraak, kennis is macht, mits je toepast met de juiste actie, met het juiste purpose. Dus dit waren even de canvas. Ik hoop dat het je wat informatie heeft gegeven. Wil je meer weten, bekijken we onze andere video's, bezoek onze website of kom gewoon eens vrijblijvend langs en let's talk soets. Dankjewel voor je tijd.